klopt. Want ik voel me in de wolken en veel meer thuis dan op de grond. Maar soms op die lange vruchten vervel ik me wel eens de kont. Pak ik de microfoon en de kassa zo'n slag gezicht op. En dan roep ik tegen ze. Hallo, 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 hallo. Hier John de Kempen, speaking op de radio. We gaan een beetje heen en weer. Want de motoren doen het al, wij niet meer. We hebben nog een lekker bar. Het hele staartstuk is vol. Is voor mij een plekje. Ja, ik doe het reuze graag. Maar ik hou van een verzetje. Eerst omhoog en dan op laag. En daar komt ze weer op het terras. Hallo, 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 hallo. Hier zonder kerkens, vriendin. Ja, ze weten, joh, we gaan een beetje heen en weer. Want ze motoren. Tja. En een enthousiaste menigte hier. God, wat een modderbad hier voor je. Je zal het erin leggen. Maar denk ik, zal een witte broek aantrekken. Dat is geweldig. Oh. Nou, dat is leuk. We gaan wat gratis weggeven. Dat is altijd leuk, hè. Ik probeer het zo ver mogelijk te krijgen. En anders moet je zien, ik het heel even uit, want dat gaat niet lukken zijn. Ze waren wit voordat ze in de modder kwamen. En nu we toch met liedjes uit de oude doos bezig zijn, gaan we door met een liedje uit de oude doos. Vooral voor al die bejaarden daar op het terras aan de achterkant. U kent het natuurlijk nog wel, ooit gezongen door een man met een bolhoed en een grijze baard. We hebben het in een nieuw jasje gedaan. Het is een interactief liedje, een soort vraag- en antwoordspel. Och, daar staat hij, Pierre Carter. Helemaal in het wit. Ik begin. Waar komen jullie toch vandaan? La 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 la
Applaus voor je eigen.